Zo, hè, nou dat was een lekker bakkie, hè? Ja. Wel een rustige tijd is het ook, hè. Je moet er eigenlijk weer eens even wat... Wat verzinnen. Ja. Want het is, ik vind het zo saai. Nou, hè. En het weer is saai. Nou. Alles is... Hey. Jij denkt hetzelfde als ik. Zou het? Echt? De nieuwbouw. De nieuwbouw. Die opening is ook helemaal nooit doorgegaan. Nou ja, dat is al een jaar geleden. En ik heb toch best een muziekkorps bijvoorbeeld komen. Nou, een muziekkorps. Ik zit te denken aan misschien wel een kermis. Jo! Lekker vuurwerk. Jo! Dat is leuk, hè? Leuk! Zo even lekker met z'n allen. En taart. En taart. Ja, dat hoort bij een feestje. Taart natuurlijk. Oh jeetje, wat leuk, joh. Hey, en daar kunnen wij toch wel verzinnen. Ja, en we kunnen er ook makkelijk nog een camping beginnen. Heb je gezien? Makkelijk. Ze hebben een tuin, daar kunnen we makkelijk een camping beginnen. Makkelijk. Met de jacuzzi. Ja, joh. Wat leuk wel. Ja, met die vuurwerk. Ja, ik vind het wel leuk. Ik ken hem eens. Zullen wij dat even? Dat kennen we. Dat kunnen we best even regelen. Maar de mensen hebben natuurlijk allemaal hartstikke druk. Ja. Dat regelen wij. Ja, joh. Leuke plannen hebben we dan, hè? Maar wie moeten we dan bellen? Nou, de secretaresse, hoe heet ze? Saskia. Ga bellen. Ik heb ze in mijn telefoon. Wacht, even zoeken. Contacten, Saskia. Bellen? Ja. Wacht even, ik kom nog thuis. Ik hoop dat ze thuis is. De telefoon, nou ja. Net zo lekker mijn nagels aan het vuilen. Ja, goedemorgen met de secretaresse van Veld, met Saskia. Hallo Saskia. Met Spannendoek. Ja, hallo. Ja, ik heb het hartstikke druk, dus... Wij ook. Maar wij gaan heel veel werk uit je handen nemen. Ja. Want weet je, wij hebben een plannetje. Want die opening van die nieuwbouw, dat gaat hem niet worden, joh. Maar ze wonen er nou bijna een jaar en toen hadden we zoiets van... Dan gaan we heel rustig aan eens eventjes, zeg. Even rustig aan, ik kan het bijna niet eens horen. Dus we hebben een heel mooi plan hebben bedacht. Zeg jij dan. We willen een muziekkorps en we willen vuurwerk willen we en we willen onze camping willen we. Dat kan best hebben, ruimte zat voor. En een heleboel taarten willen we gaan bakken voor onze woningen. En toch feest. En misschien wel kermis. Hartstikke leuk, met lichtjes en zo. Dus we gaan even allemaal organiseren. Okay. En dan nemen we jou wel even, als het allemaal klaar is en we weten we alles, dan nemen we wel even contact op. Maar dan maak je geen zorgen, kom allemaal goed hoor. Kom allemaal helemaal in orde. Oh, dat vuurwerk. Het zou boem. Vuurwerk. En dan een muziekkorps, misschien wel twee muziekkorps. Nou, Saskia, dat lijkt je wel wat, hè? Ik vind het geweldig. Ja. Oké. Nou, leuk dat je enthousiast bent. Saskia, wij gaan even van de gang. We hebben heel veel te doen, hè? We hebben het hartstikke druk. Ja, ik ook. Okay, ik heb het hartstikke druk, Oké. Doei. Is dit allemaal... Muziek en een camping en vuurwerk en nog veel meer. Oh, het dringt niet pas tot me door. Oh. Ze was wel een beetje lauw, maar ja, weet je, ze moet er even in komen, joh. Dat wordt leuk, hoor. Muziekkorps, dat is van me dan weer goed. Je maakt muziek, jongen. En dan met dat vuurwerk erbij. Ik zie het helemaal zitten. En dan die kermis. Wat is er? Ik zit net wat te denken. Wat nou weer? Je moet niet denken. Je zit er veel te dicht wat op dan? Me. Wat dan? Wat is het dan? Nou, het is nog steeds die coronatijd. Je moet een beetje opschuiven. En dan zit ik net te denken. Ja? De muziekkorps, die kennen helemaal niet. Die kennen toch ook niet zo'n eind uit elkaar gelopen? Dat kent u niet. Dat kent helemaal niet. Nee. En de vuurwerk? Je hebt toch die Rutte gehoord? Die zegt dat niet mag. De baas van het land. Ja, de baas van het land. Nou, die zegt dus vuurwerk hier, hoe mag niet. Kermis. Wanneer was de kermis? Er is helemaal geen kermis. Niemand. Maar dat mag ook niet. Nee, dan sta je ook weer veel te dicht op mijn... Ik ken allemaal... Nou, het taart mag ook niet. Jawel. Oh.
Kunnen we wel? Ja joh, we kunnen. We gaan een hele grote taart maken. Doen we gewoon een hele grote. Hele grote taart, zo groot als deze tafel. Zo eentje. Oh, met heel veel slagroom. Ja. Oh. Dat is wel leuk, hè? Dat kan wel. Ja, we moeten eigenlijk, ja, dat kan wel. En dan gaan we die brengen. Ja. Ja. En dan doen we dat met ik dat het. Ja, dan moeten we wel een beetje zo op afstand zo. Ja. Je kan het, ja. Dat verzinnen we wel. Ja, dat verzinnen we. Gaan we wel iets maken. Gaan we even wat. Ja. Oh, maar dat kan wel. Dat kan wel. Ja. Ja. Oh, maar mogen niet te dicht bij elkaar. Nee. Maar dan weet je doen. Ja. Zo. Ja. Een klein stukje zo. Zo kent wel. Gaan we bakken. Ja, ik ben gelijk niet meer verdrietig hoor. Nee, want dan wordt toch nog een feestje. Ik heb toch nog taart, hè? Ik heb hem hoor. Hey, kom op. We gaan bakken, we gaan boodschappen doen. En dan bakken maar, zeggen ze dan. Hè. Kom op. Zo. Kom op. Ja, een beetje afstand, hè? Jongen, die spanning doek. Wat zijn ze nou toch allemaal weer van plan? Echt, ze willen een fanfare en vuurwerk en taarten en veld en... Oh, hoe moet dat nou toch allemaal? Ik ga Mandy bellen. Misschien dat zij wat weet. Hey, kijk. Saskia. Ja, hey Mandy. Oh, godzijdank dat je opneemt. Gelukkig. Wat is er aan de hand? Ja, die span en die doek, heb je nog niks gehoord dan? Ik heb niks gehoord, Saskia. Vertel, wat is er aan de hand? Nou ja, ze zijn weer met van alles en nog wat bezig. Weer die camping vorig jaar, weet je nog, waar ze een camping van plan op veld. En nu hebben ze weer allemaal plannen om een muziekfanfare te laten komen. En ze hebben het over vuurwerk. Vuurwerk mag niet meer, Mandy. Nou, is Saskia, zo vaart zal toch niet lopen? Rustig. Nou, echt. Nou, je hebt ze niet gehoord. Je wilt niet weten wat er rustig, plannen. Rustig. Saskia, misschien is het idee dat jij straks even een Zoom-meeting plant met Bromsnor. Want dan kun je aan hem vragen of hij de dames even in de gaten houdt voor ons. Ja, want er moet echt wel actie komen nou hoor. Bromsnor moet er echt eventjes naartoe. Ja, okay, joh. Oké, maar dat is een goed idee. Ja, ik ga gelijk eventjes een afspraak maken. Is goed, ik hoor het wel weer. Hey, dank je, Mandy. Graag gedaan. Dankjewel. En neem een bakje thee, hè. Oké, doei. Nou ja, dan ga ik toch... dan ga ik Bromsnor maar bellen, hè. Ja, dan moet hij dat maar weten wat hij kan doen. Zo, jongens. Mijn ronde heeft gehad. Dan moet ik even mijn mail checken. Ik ben benieuwd. Even inloggen. Al die stomme mailtjes. Hup, weg ermee. Deze ook weg. Ja, neem dan op. Echt. Hé, ik krijg een Zoom-bericht. Hé, Bromsnor, gelukkig. Ja, ik hoorde van Mandy dat ik eventjes met Bromsnor moest gaan zoenen. Zoenen? Nou, dan kom ik even naar je toe. Is dat goed? Ja, ik ben in paniek, want ik zal eventjes overnieuw beginnen. Ja, want je bent wel erg onrustig. Wat is er aan de hand? Nou ja, span en doek weer, hè? Wat denk je? Och. Ja. Nou hebben we een aantal maanden geen last meer van ze gehad. Maar beginnen ze nou weer in het nieuwe jaar? Hè? Als ze het dan doen ze het ook natuurlijk weer heel groot, hè, Bromsnor? Ja, dat zal er wel, ja. Het volgende is aan de hand. Ze zijn van alles weer van plan met dat veld. Je weet nog, vorig jaar waren ze met een camping bezig. En daar hebben ze het weer over. En nu willen ze ook nog iets met vuurwerk gaan doen. En ja, je weet... Vuurwerk mag gewoon niet. Dat mag helemaal niet van de regering. Nee, dat is gewoon verboden. Dat is verboden. En ze hebben het over taarten en over een muziekfanfare. En ja, Mandy die gaf als tip, ga zoomen met Bromsnor. Juist. En die moeten gewoon eventjes op af. Dus je moet er eventjes op af, Bromsnor. Dan ga ik ze in de gaten houden. Waar zijn ze nu? Oh. Waar zijn ze nu? Ja, dat weet ik niet. Daarom ben jij toch Bromsnor? Dat kun jij toch uitzoeken? Dan ga ik ze opzoeken, ja. Nou, dan ga ik gelijk weer verder met mijn ronde. Dan ga ik ze opzoeken. Nou, bedankt. Gelukkig. Rustig aan, nou, hoor. Rustig aan. Ja. Komt wel goed. Oké. Doei. Nou, ik moet weer op pad, jongens. Hij spijt me maar. Ik ga het spannend doek zoeken. Zijn nou, heb je alles? Ja, volgens mij wel, hoor. Ja.
dan gaan we een mooie taart gaan we bakken. Mag er nou de tafels wel tegen elkaar houden? Nee, nee, dat ken je niet hoor. Dat ken je niet? Wil jij die? Dan ga ik hier zo. Oh, dan ga jij daar zo. Oké. Okay. Nou, hey, kijk. Goed. Ja? Hey, ja. Wat denk je dat dit is? Geen idee. Oh, ik denk je gaat zeggen vuurwerk, maar dat ga ik niet zeggen. Nee, oké. Okay. Nee. Nou, het is geen vuurwerk. Nee. Dit zijn van die ploppers, weet je wel. Van die ploppers? Ja, ja, dat mag wel. Dat mag wel. Ja, want die draaien en dan flots. Dan krijg je allemaal, allemaal confetti. Dus daar kennen ze niks van zeggen? Nee. Nee. En die zetten we op die taart. Ja. Nou, niks aan het handje. Dat mag. Maar en ik heb een schort, maar dat weet ik niet hoe dat werkt. Maar, oh ja, ik had ook een schort. Ja, ook nog een schort. Ja, ik ga hem even halen. Ja, mijn schort. Een schort? Mijn schort? Ja. Ja, dan haal jij een schort. Ik haal een schort. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Ik heb nog nooit gebakken, dus ik weet echt helemaal niet hoe dat werkt. Dus potje, potje, zo, dan niet zo. Nou, volgens mij zit zo wel aardig, geloof ik. Weet ik niet, nee. Ja, hoe jij nou weer? Wat doe je dan? Hallo. Je schort. Hou hem zo op? Ja. Oh, ik ken ik tenminste niet. Nee, dat is waar. Dat is want jij de pot zo te gooien, jij zo. En ja, jij de pot zo te gooien. Ja. Tja. Oh, die is jabot, zeg, leuk met die handen. Ja, joh. Ja, ja, maar kijk, ik kan hier maar het voorjaar, voorjaar. Ja. Ja. Tijd voor de feestjes. Zo, nou. Kijk, hier. Daar beginnen we mee. We beginnen met de bloem. Ja, we moeten we even, beginnen met de bloem. Nee, nou, ik zet hem even in de oven, ja? Zet jij hem even in de oven? Ja, ga ik hier nog even mee door. Zo. Zullen we twee taarten doen? Ja. Ja. Hij is klaar. Hij is mooi geworden, hè? Hij is mooi, hoor. Grote taart. Jeetje, nou. Nou, dan kennen we hem. Kennen nou slagroom op, hè? Ik ken erop, hè? Ja. Zal ik onder hem doen of hier zo doen? Ja, die kant en ik zo. Ja. Oh, kijk dan. Oh, wat mooi, hè? Wat leuk, hè? Dit is echt een hele mooie taart, hoor. Die bedoelt dat het een mooie taart is. Dat hebben we nog nooit gehad, toch? Dat kunnen we dan met z'n allen van doen. Ja. En waar is nou je bom, je vuurwerkbom? Ja, die komt er aan. Ja, kijk, dan doen we een beetje zo hoog zo. Zo. Oh, nog hoger. Ja, en dan kijk, daar is die, hè, daar is die. Nee, vind je mooi. Helemaal af en mooi, hè. Oh, ja. My, oh, hier kan nog een beetje zo. Ja, hier is er een. En wat zie ik daar? Vuurwerk. Och, dat mag helemaal niet van de regering. Daar moet ik iets aan doen, jongens. Kom hiermee met die taart. Oeh, een redder. Ha! Daar ga ik straks mee nat gooien. Dan is dat vuurwerk hier al uit. Ja, en hier is ook een op. Oh, hij is al bijna op, joh. Nee, toch? Nee, je bent veel te veel gespoten. Ja. Oh. En je kunt ook nog wel voor mij, hoor. Zo, ik vind hem. Hij is toch hartstikke mooi. Een zwartje. Oh, wacht even. Ja? Ja, die is daar zo, ja. Ja, joh, ja, maar slagroom zijn ze gek op natuurlijk, hè. Slagroom zijn ze gek op natuurlijk, hè. Ik wist niet dat ik het had, echt waar. Ja. Ik wist niet dat ik dit ook nog kon. Jongen. Hey. Nou, hij is, lekker, joh. Moet eens even zo, dus weet je nog lekker, joh. Hij is leeg. Hey, ik vind hem, Hij is gelukt. Toppie, hè? Hij. Dan gaan we hem in een doos zetten. Oh ja, de doos. Even wachten, hoor. Hebben we een mooie doos? Een beetje wie dan moet ook voorzichtig, hè, maar met de doos doen, hè? Ja, moet even. Wacht even. Ik ga even een grote doos halen, ja? Ja, jij even een grote doos. Dan bewaar ik de taart. Ik zal er niet van snoepen, hoor. Ik heb er een gevoel
zonde, hè? En waar? Hier past hij wel in, hè? Zou ik denken? Ja, hij is wel spannend, hè? Hoe krijgen we hem erin? Hoe krijgen we hem erin? Ja, beetje, wacht even. Oh god, gaat de slag om. Ja, daarom, we moeten even opschieten. We moeten even. Zo. Want hij moet in de koelkast ook even. Oh ja, ja. Nee, we gaan hem gewoon gelijk wegbrengen. We brengen hem gelijk. Ja. Nee. Zetten we even in. Ja. In de doos. Goed, hè? Zo. Goed, gaat hij zo. Ja. Hou vast. Dit doe ook. Kijk, hij is toch al erg. Kijk, en dan zetten we die er weer op, zo. Ja. Nou. Nou. Oh ja. R5. Yeah. Hey. Hartstikke goed, joh. Wij zijn zo goed, hè? Ik ben trots op onszelf. Zo. Nou. Ik ben gewoon. Kijk, daar komen die twee. Oh, wat zullen ze blij zijn. Wat een leuke taart is er. Wat een taart hebben we ervan gemaakt. Je zit voor de drempel. Ik heb niet naar vallen. Hij ging al lang. Pas op, gevaarlijk vuurwerk. Ik heb zo gezegd, geen vuurwerk. Geen vuurwerk. Die dames die zei, maar het doet altijd zo lastig. Ze waren met vuurwerk bezig en ik denk dat... Dat gaat niet op het hoge ogenblik. Maar ik denk dat je het niet goed begrepen hebt, Romsnor. Want ze hebben een taart gemaakt voor de nieuwbouw. Ja, een taart? Nou, het zag eruit als een vuurwerkbom. Nee, hier. Helemaal. Jij hebt je kapot gemaakt. Die taart die was voor het eenjarig bestaan van de nieuwbouw. Ja, en die ging je brengen. Ik ga het ook met jullie. Ja, rustig maar. Luister eens even. Jullie mogen op 1 februari allemaal taarten gaan brengen bij alle woningen van het veld. Om ze te feliciteren. En daar doen we bonnen bij, zodat ze lekker kunnen gaan eten. Jullie mogen dat doen. En mogen we dan ook heel veel taarten bakken, zeker? Ja, ook heel veel taarten bakken, ja. En die bonnen krijgen we dan. Die krijgen jullie allemaal. Bonnen. Geen bonnen. Dit is Bromsnor. Oei, ja, dat is sorry, mijn excuses maar. Ja. Ik was zo gefocust op dat vuurwerk, dat is echt... Maar zijn jullie nu een beetje blij? Ja, deze taart gooien we weg. Die gooien we weg. Nou, ik heb zelf maar op, hoor, Bromsnor. Dankjewel. Ja, met je vuurwerk. Ja, met zijn vuur en zijn bommen en zo. Dankjewel. Bommen en granaten. Dankjewel. Spannend doen, wat gaan jullie doen? We moesten allemaal taarten brengen en zo. Taarten? Ja, en bonnen. Oh ja, dat van die taarten. Maar goed dat hij er is. Ja. Kun jij het verkeer regelen? Verkeer? Ja, oh, met jou die taarten, als loop je allemaal zo met die taarten. Ja, kan kijken, je voor zo'n ding. Dat jij dan de auto's tegenhoudt en zo. Ja, dat ze niet dichtbij komen. Dat wil ik doen, ja. Corona-proof. Corona-proof, heel goed. Helemaal goed. Dat gaan we wat leuk, hè? Dan mogen wij even alles rondbrengen. Maar ja, hij zit zo. Zeg, Spar. Ja? Er is nog een taart binnengebracht. Oh, nog kijk, een? Ja, dit is te laat. Oh, maar wat zit er hij vol. Zit al vol, maar... Ja. Hé? Ja? Ik heb er al 8. En we moesten bij 8 woningen moesten we langs gaan. En dan hebben we 9 taarten. Ik zeg, maar moet je kijken hoe lekker die eruit ziet. Oh. 8 woningen. Ja. 9 taarten. Dat bedoel ik. Dat kent deze die toch. Kennen wij toch wel. Even kijken of dit zo lekker is. Heel. Oh. Als we deze nou... Oh. We zeggen niet dat we stoppen. We zeggen niet dat we er 1 over hebben. Nee. Die is gewoon voor ons. Die is gewoon voor ons. Ja. En dan doen we net alsof het erbij hoort zo. En dan. Ja, daarom. Okay. Maar ik heb een probleem. Ja. Ik heb echt een heel groot probleem. Oh jeetje. Mijn karretje is te klein. Ja, dit moet ook allemaal nog mee. Al die tassen. Ja, dat zeggen ze niet. Ze zeggen 8 taarten rondbrengen. Maar dan komen ze ook met al mijn tassen in. Allemaal slingers zitten erin. Ik heb een idee. Ja, kijk. Hups. De schep. Ja. Heb je nog?
Nou, doen we die taart opzetten, weet je wel? Ja. En dan geef ik dat zo aan de woning, weet je wel? Een beetje voorzichtig, hè? Wel voorzichtig, dat ze niet gelijk... Hey, maar als ik nou zo ga lopen... Ja. En dan met al die tasjes eraan... Hey. Jij, nou, ik wist niet dat jij zo slim was. Ja, echt waar. Hey, er zitten toch geen keien in, hè? Dit heb jij nog nooit bedacht, zo. Hey, zo er zitten toch geen keien. Zij doet niet zwaar, hè? Nee. Zo slim ben jij nog nooit geweest. Echt waar niet. Ze zijn wel zwaar. Zijn ze zwaar? Ja. Ja, allemaal naar die borden, hè? Om lekker te eten. Oh. Hebben ze er daar ook niet te veel van? Gaat die borden? Ja. Oh jee, bij mij gaat hij niet goed. Hij gaat los. Nee, ik zie het. Hij gaat los, wacht even. Oh jeetje. Bukken. Oh, help. Ja. Zo. Kun je hem houden? Ja, anders kan ik nog zo lopen. Oh, dan kunnen we zo lopen. En dan doen we met de kar. En dan met de kar ook nog. Dat, nou, ja. Kom helemaal goed. Komt helemaal goed. Bukken, het erbij. Oh. Ja. Zie je weer? Ja, zo gaat hij. Oké, ga ik hem even maken en dan kunnen we hem op. Oké. Hey, wat leuk dat wij dat... Ja joh, hey, wat zullen ze er blij mee zijn met die taart? Voorzichtig. Wil je niet de taart in elkaar rommel? Hou iets vol. De hartstikke. Ja, ik hou het hartstikke vol. Ja. Goedemiddag. Mag ik jou en jouw hele woning? Mag ik vast? Ik houd hem vast. Het wordt allemaal coronaproof. Jouw hele woning. Mag ik een verrassing aanbieden? Dus wij dachten, dan geven we jullie dat gewoon voor het eenjarig bestaan. Geen opening, maar dit. Ja. Wat vind je ervan? Een leuk idee. Vind je het een leuk idee? Nou, dan zou ik zeggen, daar komt de schep aan. Pak hem maar aan dan! Wat doe je nou? Ik kan niet parkeren hier! Nou, weet je wat we doen, Sherry, kijk eens! Of je nou zo houdt of zo, maakt niks uit! We kennen hem ook zo houden. Hij blijft lekker! Maar hij is ook niet gezond. Ja? Mag ik dan een nieuwe? Een nieuwe? Hij wil een nieuwe. Ja. Je kijkt wel streng. Ja. Nou. Jij niet te volgen. Ja. Krijg ik altijd de schuld van jou. Wel jouw schuld. Wat is hier aan de hand? Ja, het is haar schuld. Ik wil parkeren, maar die liep helemaal vast hier in die modder. Jongens, dat gaat helemaal fout. Sherry. Ja. Oh ja. Fijn. Dat is de... We hebben nog een verrassing. We hebben een leuke versierselen. Die mag je pakken. Die is zo kleurproef. Zo komt niet te dichtbij. Hou vast. Er zitten bonnen in, maar die zitten er nog niet in. Ik zal wel even vragen of iemand wil helpen de taart aanpakken. Kijk eens, alsjeblieft. Oh kijk, zal ik dan deze al... Ja, die doen. Oh, kijk! Kijk eens! Oeh, leuk! Omdat jullie al één keer hier wonen. Wat gaan we nou, hè, Bramstra? We hebben de helft van hier gehad. Ja, loop maar voorop, Bramstra. Je moet hem ook alles vertellen. Echt. Alles mooi naar de deur. Ja, ik ga wel voor. Hier, die mag jij hebben, pak hem maar. Tasje. En wil even jullie de taart aanpakken? Ja. Ja, net puntje, toch? Je hebt hem al één keer gevallen. Nou, die willen hem ook al niet. Nee, dan moet jij maar een nieuwe taart komen. Kom maar hier met de taart. Vanuit kan kruip. Wil jij ook de taart? Waar ben je? Hij is maar één keer gevallen. Oh, lekker. Oh, hij is of wil je een goeie?
Doe dan maar een goeie. Ja, Dikkie. Kijk eens. Ik heb hier een tassie en een envelop. En kun je een feestje maken? Voorzichtig. Zeker. Je bent het wel kwijt. Alsjeblieft. Eet smakelijk en veel plezier ermee. Hé, hey, dank je. Hoi, hoi. Hoi. Weet je waarom je dat nou krijgt? Nee. Jongen, jongen. Kom dan maar weer terug. Kom dan maar weer terug. Het is pijn. Hij zijn wel zwaar die tijd. Wie wil hem aanpakken voor deze woning? Wie durft dat? Die taart. Die hebben we al hoor. Hou vast hè. Hou vast hè. Hou de hele woning. Lekker hè. Lekker hoor. Ja, ja. En wil iemand die van spannen aanpakken? Dankjewel. En als jullie over hebben, moet je ons even bellen. Ja, dag! Krijgen jullie van Span en mij, ja. Van ja, ons, uit ons. Yeah. Een taart ja. En lekkere bonnen om ergens uit eten te gaan. Moet je niet die bonnen opeten natuurlijk? Dat is stom. Hoi, ik heb net gekregen. Ik heb je wat bestellen. Hou. Mag ik hem aan jou gegeven? Ja. Mag ik hem aan jou gegeven deze taart? Ik geef deze taart geef ik aan Joke. Ja. En Joke geeft dan weer aan de woning. En hebben jullie vanavond lekker stuk taart bij de koffie. Ja. Jij niet kloppen, hè? Jij niet kloppen. Dat blijft voor jou. Heel goed. En ja, en we gaan ook naar het team. Ja, en ja, ook. Oh. Kom maar, ga je open. En nog etensbonnen over? Nee, ook niet. Oh, nee. Ik heb niks over. Ik heb alles weggegeven. Nou ja, zal ik dan een Chinees mijn beeld voor vanavond? He? Die pak dan maar. Ja. Laat je bak pakken. Oh, en je bak. Nou, ik wou even Chinees bestellen. Doe maar nasi en bakpang en nog wat. Ja. Voel hem hoog. Voel hem hoog, ja. Oké. Okay. Kom hem zo halen, ja? Ja. Oké. Okay. Kom maar, doen we dat maar. Doen wij maar een Chineesje. Ja, we kunnen zelf daar eruit. Ja, we gaan Dag allemaal!